Hey de kijkers van The Wombat Guru, vandaag starten wij met een nieuwe serie. Even voor de duidelijkheid, dit wordt een hele korte aflevering, want ik ga jullie laten kiezen welk poppetje we gaan spelen. Dus dan kunnen jullie gewoon kiezen waar ik mee moet gaan spelen de hele serie. En hopelijk vinden jullie dat leuk. Dus laat ik eerst maar even gaan uitleggen wat Cube World is. Cube World is een wereld van kubussen, zoals de titel al zegt. Het lijkt een beetje op Minecraft, maar het werkt wel anders. In Minecraft kun je zeg maar gewoon dingen bouwen of gewoon een heel stuk weghakken in het landschap. Dat kan een Cube World niet. Je kunt niks kapot maken. Maar er zijn wel bijvoorbeeld speciale mijnen in de grond, die er gewoon al zijn, waar je ijzer kan vinden. En dat kun je dan wel kapot maken. Maar je kunt niet gewoon recht naar beneden graven, hopen dat je ijzer vindt en weer naar boven graven. Zo werkt het niet in Cube World. Ik trek de vergelijking met Minecraft, omdat het er gewoon best wel op lijkt met al die kubusjes. Sorry voor dat pinggeluid van mijn mail checken. Maar dit is dus Cube World, dus laten we gaan beginnen. Start game en dan een nieuw character. En dan ga ik jullie even laten zien waar je allemaal uit kan kiezen. En dan kunnen jullie in de comments achterlaten wat je wil dat ik ga zijn. Dus je kunt al deze dingen zeggen van bijvoorbeeld, als ras wil ik dat je een elf gaat doen. Waarom laat hij dat niet zien of wel? Oh ja. Als ras wil ik dat je een elf gaat doen, een vrouwtje, dan een boogschutter met gezichtsvier. En haircut 3. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen. Dan krijgen we dit schattige poppetje. Dus ik zou even laten zien welke rassen je allemaal hebt. Je hebt dus een human. Oh, dan moet ik even alles weer resetten. Anders ziet het er allemaal een beetje gek uit. Oké, male. Ja. Oké, we hebben een human. Een elf. Een dwarf. Een orc. Een goblin. Oh, gingen we even heel snel. Ja, goblin. Een lizard. De undead. En een frogman. Deze is wel super cool trouwens. Als gender hebben we gewoon male en female. Kijk, daar wordt hij vaak gewoon iets schattiger van. Oh, kijk die oogjes nou toch. En dan heb je nog classes. Dus dat is dat wapen dat je achterop hebt. Dus je hebt een warrior, een ranger, een mage, een rogue. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Ik weet ook niet wat het is. Het lijkt op een assassin met die wapens. En we hebben... Nee, dat was het. Dus je hebt een warrior, ranger, mage en dat laatste. En dan heb je nog faces, maar die ga ik niet allemaal laten zien bij alles. Maar kun je gewoon, moet je maar gokken in de comments of je hebt Cubewood zelf. Dan kun je het zelf ook uitproberen. Dus je hebt een aantal faces, bij de ene heb je er meer dan bij de ander. En je kunt ze nog wat haar geven. Haar is ook, oké, hier veranderen de ogen. Nou, haircut kan er dus ook voor andere dingen zorgen dan alleen voor haar. En dan kun je nog dingetjes veranderen. Wat verandert hier als ik dit doe? Helemaal niks. Je kunt hier niks met deze kleur. Wat een slecht voorbeeld. Oké, nou dan nemen we even undead. Oh mijn god. Dat ziet er wel heel episch uit. En je kunt de haarkleur nog helemaal veranderen. Dus ga je gang. Laat in de comments achter hoe je wil dat ik hem ga maken. Wat voor naam ik hem ga geven. En dan ben ik bij jullie terug over een aantal dagen. En dan maken wij het poppetje dat ik uit de comments de mooiste vind. Dus bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie dit leuk vinden. Like, favorite, subscribe. Wees een wombat, blijf een wombat, zijn een wombat. En bye bye.